Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Disney Prinses. En Ruud is bij mij, maar Ruud is aan het lopen. Ruud pakt een glas, gaat denk ik Ranja pakken. En wat doet hij nu? Hij doet de koelkast open, pakt de Ranja. Hele vieze smerige, kut naar smaak Ranja. Het is fucking lekkere Ranja, vriend. En Ruud loopt mij te schreeuwen, want het is een stoere jongen. En nou pakt hij water voor zijn Ranja. En hij doet heel erg vol zijn glas. En dat was niet goed Nederlands. Oh, wat is dat lekker. Ruud moet eigenlijk zo nog even doorroeren. En Ruud gaat nu zitten. Nou gaan we verder spelen. Wij zijn Ruud en Stefan van de Gaming Dutchman. De fietsen eerste klassers langs. Maar wij zijn, gaan niet meer naar school. Dus wij kunnen lekker overdag gamen. Want wij gaan werken. En nu gaan wij verder spelen. Wat moeten we doen? We moeten de prinses redden. Dit is het laatste hoofdstuk van Assepoester. Nou praten we met een oma. En Ruud is wel erg stil. Ruud heeft zijn bril op. Hoe kan ik hier ooit tussen komen? Nou zo dus. Ruud is nu boos. En wij praten met de oma. We bewegen synchroon. Wij gaan synchroon zwemmen. In een zwembad. Zonder het duikplank. Want duikplank zijn niet cool. Want dan kan je je ribben breken. Ik heb één keer gekruiste rib gehad toen ik van een duikplank af wou duiken, maar niet goed neerkwam. En dat deed fucking zeer. Ik dacht dat ik dood ging. Maar dat ging ik niet. Anders kon ik nu niet gamen. En gamen is cool. Want ik ben heel cool. En ik ben YouTube partner. Net als onze vriend Rick. Oh, ik heb niet gelezen wat we moeten doen. Ruud, wat moeten we doen? En ik, misschien moeten we hun doodmaken. Fusrada! En ze zijn dood. Misschien moeten we die klokken pakken. We moeten niks doen met die klokken. En gewoon doorgaan. En lopen. Hey, er is hier een kistje. Ik zeg die kant op. Er zitten diamanten in. Daar hebben we niks aan. We moeten een andere kant op. En we gaan nu verder. Ruud, misschien moeten we dit doen. Nee, dit moeten we niet doen. Gaan we links of rechts? Kan geen van beide. We moeten terug en dan naar links. De musical! Galileo, Galileo, Figaro, Figaro! Oh my god. Serieus, als iemand daar een animatie van kan maken, fucking epic. Ja, ik wil echt nog een keer gewoon een cartoon maken, jongen. Volgens mij is dat fucking bruut. Ja, maar dan moet je het wel kunnen. Dan moet je dat wel kunnen. Ruud wil een cartoon maken, maar dat kan Ruud niet. Tenzij hij heel hard oefent. Maar als hij dan ergens mee bezig is, is het al lang niet meer recent. Tenzij we het heel ver van te vroeg opnemen, dan is het wel recent. Als hij het uploadt, of hij maakt eerst een cartoon. Kom, ouwe! Ik eis volledig stilte het komende kwartier. Maar dat lukt me toch niet, dus ik kan net zo goed weer beginnen. Oeh, we hebben bijna 1000 diamanten. Ik weet het. Oh, ik keek naar het verkeerde. Oh, wat gebeurt er? Yo. Ik ben gepoisoned. What is happening? Oh, misschien moet ik het even zo doen. Zo, daar. Kijk zo. Fucking awesome. Tuurlijk ben ik awesome. Ik ben Steven van de Gaming Dutchman. We moeten Astapoester vinden. Waar kan ze? Zullen die dingen gewoon overslaan? Ja. Zullen we die dingen overslaan? Dus Galileo Figaro, a Figaro! I'm just a poor boy, nobody loves me. Nee, dan moet je. Je kent dat liedje toch wel? Jawel. Dan moet je zeggen: He's just a poor boy from a poor family. Galileo, Galileo! Dan zijn ze. Hallo, we moeten een andere kant op, Ruud, loop even mee! Dat kan het op. Wat voor noob ben je nou weer? Weet ik veel, we moeten deze kant op. Sla die gast gewoon op, wat kan ze schelen? Hoezo? Ik heb ze verslagen. Ja, maar hallo, waarom zou je ze verslaan? Ze zijn te badass hiervoor, Ruud. Kijk, hier, paardje doodraken. Ha! Ding hier, reet paard. Wordt het mooi synchroon open dan? Zulke vrolijke muziek, mag ik weer zingen?
La 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 la. Stefan, die is zo lekker. Ik zou Ruud, het liefst Ruud, tegen je zijn zing, buikje willen wrijven. Je zingt niet echt zelfverzekerd, man. Harder en doe alsof je het echt kan. La la la. Ik durf niet meer. Ruud, niet huilen. Ik Ruud kan er niet meer tegen. Ruud, niet huilen. Hè? Ik kan er niet meer je moet gewoon tegen. Zingen wat je ziet. Wat ik zie je? Ik kan er niet meer tegen. Ruud kan er niet meer tegen. Ik probeer een blikje energie te pakken. Want Ruud, hij is zo goed, maar niet zo goed in wat hij doet. Oh, Ruud. Zo dat hier een animatie van komt. Ja. Ik denk dat dit onze beste aflevering tot nu toe is. Ik denk het ook, ja. Ook al waren de eerste 2-3 wel echt heel gruwelijk. Ja, echt hè? Oh, ik denk dat ik al weet waar het landhuis is. Waar we net niet in konden, daar is nu het landhuis. Oh. Ah joh, fuck die shit, we lopen is gewoon door. Is that so to be? Fuck die shit, we lopen gewoon door. Kijk, het hek is daar open. We moeten wel 1000 diamanten, want ja, dan, hallo. Oh, want dan kunnen we iedereen gold diggen. Zometeen. Dan laten we van die mooi boys met sixpackjes voor ons werken. Zometeen moeten we Jasmine ook nog doen. Fuck. Ik bedoel, zometeen gaan we naar Agrabah van Jasmine en Aladdin. Agrabah heet dat toch? Hoe? Agrabah. Agrabah? Agrabah, iets in die richting. Wat is dat? Ja. Ik weet niet hoe het heet. Jafar. Nee, dat is die schurk. Ja. Jafar, schurk. Jafar, jij bent een kut homo. Opletten. Au. Au! Au. Ruud sloeg mij. Dat is niet zo fijn. Oh Ruud, waarom doe je me dit aan? En toen kwam Ruud het helemaal zat. Hij pakte een mes. Misschien moet je eventjes... Hij pakte een mes, stak Stefan neer. En vervolgens werd de Gaming Dismin een solo project. La 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 Galileo Galileo. I need my bicycle to fuck away because the gods are following me. Maar Ruud, als jij solo gaat... Jij kan helemaal niet praten, want jij bent een weggestoken. Ruud, als je solo gaat... Ruud, als jij solo gaat, kijkt toch niet iemand meer. Ik bedoel, je hebt wel eens eerder solo-projecten gedaan, maar die vond toch niemand leuk. Daarom ben je ermee gestopt. Maar, wat zeg jij, zulke rare dingen. Ik dacht dat ik jou neergestoken had. Ja, maar we hebben 999 munten. Yeah. Edelstenen. Maar, Ruud, je kan me wel neersteken, maar dat geeft niet, want dan moet je het niet in mijn grote teen doen. Want dat overleef ik toch wel. Ik hou van klassieke... Dat is waar. Muziek. Ik dacht dat daar je slagader zat, maar ik had het toch weer eens mis. Zoals ik het wel vaker Ruud, mis heb. Ruud, doorlopen dikzaak. Oh, maar we hoeven geen kistjes meer te pakken, want we hebben toch al 999. Uit het raam, weet ik zeker. Ik dacht dat jouw slagader daar zat, maar ik had het dus hartstikke mis. Waar zijn toch die radartjes? Ik snap er helemaal niks meer van. Waarom steek jij niet jezelf in de fik? Iedereen, ik bedoel niemand, die houdt van jou. Waarom zeg je dat, Ruud? Oh, wacht, nou moet je... Omdat het de waarheid is, ik spreek alleen de waarheid. Hé, een grote kerst. Check mij, nee, nou met zelfvertrouwen zingen. Nee, maar nou moet er zo'n heel zielig pianostuk komen van... Ruud, waarom hou je niet meer van mij? Ik dacht dat wij voor altijd een co-op kanaal zouden hebben. Dat is sowieso niet waar, want jij zou me ditchen als je eenmaal kinderen had. Dan zou je geen tijd meer voor mij hebben, want dan zou jij een koopkanaal met je kleine zoon beginnen, genaamd Jur. Daar je bek, joh, fucking klootzak. Ik ga mijn kind niet Jur noemen. Ik vind Jur een goede gozer, maar ik zou hem niet, mijn kind niet Jur noemen. Echt niet? Nee. Maar, Ruud, ik zie niet waar ik ben. Fuck ja. Kijk, weet je, ik zou mijn kind bijvoorbeeld als Simon noemen, maar die zou ik nu ook geen Simon meer noemen. Want die is een sas heet als Simon. Ja, bovendien is hij een loednaaier. Dus dan zou elke keer als ik mijn zoon dan zou nemen en zou roepen, Simon, jij vuile bitch, zou ik dan roepen.
Ik denk niet dus dat, ik denk niet dat... Ik denk dat mijn kind... Kijk daar, misschien moeten we dat paard even hebben. Dat 2D paard? Ja, oké, laat maar, hier is niks. Ze hebben niet echt de moeite genomen. Waar? Moeten. Maar weet je, ga eens terug. Ga eens terug. Waarom? Kijk. Wat nou als dit paarse stal uitkomt? Wedden dat het gewoon ook alleen nog maar een hoofd is dat er geen lichaam heeft? Ruud, waarom moeten we daarvoor terug? Die shit kan je toch ook gewoon zeggen terwijl we verder lopen? We hebben niet zo heel lang de tijd en dan ga je ook gewoon onzin doen. Tuurlijk wel, we hebben alle tijd van de wereld. Ruud. Oh, eigenlijk zouden we nog even een ding moeten grunten, want dan hebben we klassieke muziek gehad, maar dan nog grunten. Kom mee. Wat doe je? We moeten naar het zolderkamertje. Waar is het zolderkamertje? I don't know. Nou, ik denk dat we weer naar boven moeten. Alweer? Ja. Hoe kan dat dan? Weet ik veel. Dus dan nu dat we naar het zolderkamertje moeten. Misschien is die kist gespannen toen wij die andere kist stapten. Ja, waar stond dat? Ja, dat zei ze net. Oh, echt? Zij zou eerst dat van naar buiten moesten. Nee. Ruud, je bent echt vet langzaam. Houd je kop, jongen. Houd zelf je kop, jongen. Kijk, daar staat hij opeens. The fuck? What the fuck? Hoe kan dat? Wat een bullshit. Die waren we... Wat? Waarom doen ze... Kijk, dan zetten ze twee kisten naast elkaar. Waarom zetten ze gewoon niet allemaal bij elkaar? Ja, dat zou veel makkelijker zijn. Shit, wat zei ze nou? We moeten fucking naar die boerderij gaan. Zei ze dat? Ja. Kut. Ruud, ik zie mezelf zo niet. Ja, schiet dan gewoon een keer op, joh. Hoezo schiet dan een keer op? Ik ben degene die altijd aan het eikelen is. Echt wel. Weet je nog, Boris, dat hij constant diep te huilen van, ik wil graag alles zien. Ja, we zijn een let's play bezig. Maar ik moet alles zien. Laat me kijken. Zo deed wij Boris. Ja, ik wil de ervaring ervaren. Oh, shit. Ik hou het tegen. Dat hoeft niet zo gemeen te zijn, want dat vind ik echt een lage opmerking. Nee, zo is het. Jij zegt dat ik dood moet. Wat is nou lager? Jij wenst mij dood. Ik ben je fucking partner, man. Jongen, hoe vaak jij mij al dood hebt gewenst? Nog nooit, Ruud. Nog nooit. Ruud, ik zou jou nooit dood doen. Want ik weet wel wat onze vriendschap betekent. Moet je wel heen? Moet je niet heen? Ik wenste jou niet dood. Ik stak je gewoon neer. Ja, en? Die teen heb ik nog nodig. Jammer dat daar geen slagharen zijn. Hoeveel minuten zitten we? Oh, we hebben nog 3 minuten. Yes. Maar we moeten dit hoofdstuk wel even afronden. Ja, maar je hoeft niet zo op de tijd te letten hoor. Is dat de tijd voor een liedje? Nee, we hebben al te veel zongen. Hoezo? Waar is de boer? Het is een musical aflevering. Zijn mond beweegt niet eens. Hey, maar Ruud, het is de musical aflevering, dan moet je af en toe zingen. Hij zat toch te dansen op zijn benen. Ja, je kan zelfs een deuntje horen, er staat gewoon een nieuw deuntje. Oh, een nieuw deuntje, zet een nieuw deuntje in dan. Ik leef niet meer voor die boer. Hij probeert me te proberen. Hij nakt me waar je bij staat. Hij wil dat ik hem ga masturberen. Maar ik ben nog maar 11. En hij is vet oud. En ik wil niet de gevangenis in. Ik leef niet meer voor die boer. Maar wat zeg je nou? Jij zou nooit de gevangenis in gaan. Dat zou hij doen. Want hij is vet oud. Hij is vet oud. En dat zal niemand geloven. Want eigenlijk ben jij incognito. Jij bent zelf een vent van 90. Oké, even voor de wedstrijd, toen Ruud net zo druk aan het zingen was en ik deed alsof ik een slokje ging drinken, heb ik mijn halve blikje in die sidrak in het oranje geflikkerd. Oh, ik dacht dat je erin gespuugd had. Nee. Oh. Wat moeten we doen? Ik heb niet opgelet. Gooi de rest er dan ook in. Nee, rot op! Wat moeten we doen? Vang de peren voor de boer. Oh, ik ben goed in deze spelletjes. Oh, ik mag beginnen. Wat moeten we doen? Wat een magische boom. Ik ben een muis. En ik moet peren vangen. Wat een magische bomen. Dus hij spant gewoon instant peren. Dat betekent een goede oogst. En eten voor het hele jaar. Hey, Ruud.
Ik ben dol op peren, ze zijn zo lekker zoet. Ruud? Ruud, mag ik mijn banaan in jouw pruim peren? Wat? Oh shit, hè? Dat is bullshit. Daar zit er een en die valt maar niet. Oh, dat is echt gemeen. Dat is echt lelijk. Dat is echt, echt lelijk is dit. Ah, what the fuck? Ze maken het gewoon moeilijk. Hier, zie je, dat is een bug. Zie die helemaal linken? Die blijft daar zitten zonder dat die valt. Speel de tweede, jij. Het is mijn beurt. Dit is gewoon links, Ruud verknalt niet. We hebben hier zo heel lang meer. Je weet als je dat zegt, dat kan alleen maar gaan verknallen, hè? Oh, Black Ruud bij mijn lam. Oh, Black Ruud bij mijn lam. Hij heeft een grote piemel bij mijn lam. En hij speelt graag games bij mijn lam. Hij is misschien niet zo goed bij mijn lam. En hij heeft Max Payne 3 laatst verkocht. En dat is zijn geld niet waard bij mijn lam. Nee, dat was echt een poepgame. Zoenen kan zorgen voor gaatjes in je gebit. Wat? Zoenen was toch gezond? Nou, gelukkig. Gelukkig wil Nico niet vaak meer zoenen de laatste tijd, dus daar heb ik geen last van. Echt niet? Ruud! Wat? Er staat iets over jou op Twitter. Wat dan? De kleinste menselijke penis ooit gemeten was 1 centimeter. Ruud, hoe kan je die nou missen? Je stond ernaast. Ja, hallo. Links, omdat links, er 2 zouden vallen. Links. Rechts. Helemaal links, ja. Hallo, Ruud. Serieus? Hoezo, ik heb hem toch, of niet dan? Au, fucking klootzak. Joepie, de poepie! Jij bel, die zoeken we juist. Wat toevallig dat je dat noemt. Oké, moeten we de aflevering afsluiten of gaan we het hoofdstuk afmaken? Wij moeten de aflevering afsluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!